We gaan aftellen vanaf 6. Daar gaat hij. 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! De eerste keer dat ik hierbij ben en het voelt heel, heel warm en heel, heel fijn en alle mensen die doen het voor het goede doel. En ja, weet je, ik heb 16 jaar geleden heb ik zelf leukemie gehad en ik ben hersteld door een therapie waarbij het onderzoek gefinancierd is door KWF Kankerbestrijding. En die stamceltransplantatie die ik heb gehad, die was in mijn tijd heel erg nieuw en ik ben er nog door evenementen zoals dit. Dit is zo belangrijk. 100.000 mensen, 100.000 Nederlanders per jaar krijgen kanker. En ik heb het geluk gehad te herstellen. Maar er zijn ook 40.000 Nederlanders die elk jaar dat geluk niet hebben. En hoe kunnen we die mensen het beste helpen? Volgens mij is dat door geld in onderzoek te stoppen. Waardoor ja, die behandeling stapje bij stapje ietsje beter wordt. Stap op en geef niet op. Stap op en wees niet bang, want als jij valt, pak ik jouw hand, kom geef die door. Twee voorzitters bij de start vandaag, de oude en de nieuwe. Johan, ik begin bij jou. Het is voor jou een soort van afscheid. Ja. Dat is mijn laatste jaar als voorzitter en was de laatste keer dat ik als voorzitter bij de start aanwezig was. Dus dat is wel heel bijzonder natuurlijk. Ja, maar ik zeg altijd maar, zes jaar heb ik dat mogen doen. En naast me zie je Maarten staan en die gaat dat natuurlijk fantastisch overnemen de komende 6 jaar. Hoe is die procedure gegaan, Maarten? Ben je gevraagd? Moest je solliciteren? Ik moest echt solliciteren. Er was een bureau ingeschakeld en ik heb allerlei gesprekken gehad en met mij ook anderen. En uiteindelijk ben ik zo gelukkig geweest om gekozen te worden. En daarna heb ik er nog even over nagedacht en uiteindelijk met heel veel enthousiasme dit avontuur gestart. En ik heb er geen seconde spijt van gehad. Deze reis maak jij niet alleen. In elke bocht zullen wij staan. Als je stilvalt, als de onmacht je tot afstappen dwingt, leer jij jezelf pas kennen, je zult zien dat je de kracht weer vindt. Het kan zo vroeg niet zijn of het wordt al leuk natuurlijk. Ja. Koen en Plony, zijn jullie er een beetje klaar voor? We zijn er helemaal klaar voor. Het kan een beetje koud nu op het moment, maar het zal direct wel anders worden. Maar we gaan ervoor, zeker weten. En jullie hebben allebei een hele mooie ketting om. Heeft die nog een bijzondere betekenis? Dat is de gedenkketting. Dat zijn allemaal dierbaren, niet alleen van ons, maar ook van de andere Albusessers, die ons de eer geven om ze mee naar boven te nemen. Ja. Dat is mooi. Ik zag jullie net al even een mooie intieme knuffel geven. Gaat het op de berg ook nog een paar keer gebeuren? Dat gaat zeker gebeuren. En wie weet bij elke bocht, maar dat zien we nog wel. Dat is, dat wordt een mooie tocht weer. Dat is echt, net zoals andere jaren, we gaan voor de 6e keer mee nu. Maar ja, het wordt weer een hele mooie tocht. Ja. Geniet er weer van. Gaan we doen. En zwaai even onderweg. Ja, gaan we zeker doen. Gaan we zeker doen. Dankjewel. Stap op en geef niet op.
Marja, 6 uur, daar gaan we. Ja, inderdaad. Ik ga ervoor. Ik stuit er een beetje. Heb je een beetje geslapen vannacht? Nee. Ik heb, denk ik, om 2 uur was ik gewoon wakker en nee, weinig geslapen. Dus je had eigenlijk met ons wel meegekund? Makkelijk. Volgende keer doe ik dat. We zijn over de tijdmeting heen. Ik wens jou een hele mooie wandeling. Tot boven. Doeg, doei. Nou, we zijn er helemaal klaar voor hoor. Egbert achter de camera en ik nu even hier. De fietsers die fietsen al langs, die kanjers die zijn al een keer boven geweest. En ook wij gaan nu starten. Wij gaan nu naar boven en we nemen u mee de berg op. Ik hoop dat u het gevoel krijgt dat wij ook hebben en dat wij het goed kunnen overbrengen. Loop met me mee. En zij die achter zijn gebleven, we nemen ze mee in ons hart. In elke bocht staan vrijwilligers te vlaggen en aan te moedigen. En ik hoorde net u zeggen van, ja, sommige mensen herkennen mijn stem al. Ja. Dit is niet de eerste keer dat u het doet. Nee, het derde jaar. Wij zijn hier al 8 jaar en ik heb zelf 3 keer meegefietst en 3 jaar al aan het vlaggen. Dus ja, dan weet je een beetje ook wat de mensen meemaken omdat ik zelf gefietst heb. Hoe het gevoel is als je hier aankomt in de bocht. Hoe belangrijk is het om hier te vlaggen in die bochten? Heel belangrijk, want wij waarschuwen de afdalende fietsers voor het opkomende verkeer. Dus het is, zij moeten dan heel alert zijn om in de binnenbochten te blijven en niet te hard af te dalen. Dus dat is belangrijk, zeker als het zo druk is. Ja, want er komen nu ook weer een paar auto's naar boven. Dus er wordt hier achter enorm gefloten en gevlacht. Omdat er auto's naar boven komen en ook afdalende fietsers zijn. En wij waarschuwen dus de afdalende fietsers voor het opkomende verkeer. Ja. Stap op en wees niet bang, want als jij vlacht, pak ik jouw hand. Kom, geef niet op. Achter op uw shirt 10 wielen. En als ik dan naar beneden kijk, dan tel ik er maar 8. Hoe zit dat? Ja, nou, ik doe het samen met een kameraad van mij. En die is op de fiets. Dus we zeggen, wat is de originele naam? Nou, daar gaan we er 10 wielen van maken, om mijn bril te slaan. Dus nou ja, en dan kregen we zelf wel reacties. En wat ga je dan doen? En oh, dat kan helemaal niet. Nou ja, als ze dat zeggen, hè, dan... ik zeg altijd, wat niet kan, is er nooit gebeurd, hè? Kan niet, bestaat niet, hè? In mijn optiek niet. Of ik moet omvallen, maar... Hé, hey Robert. Ja. Ja. Ook al is het een beladen evenement, toch kun je genieten van de inspanning hè, die je kunt leveren met een gezond lichaam. Ja. En zo is dat. Dat is een waar woord. Ja. Ik wens je heel veel succes op 8 wielen. En die andere 2 die komen ook wel boven. Ja, die kom ik zo tegen, denk ik. Die is vanmorgen heel vroeg al gestart. Okay. Dus, maar we zien elkaar maar een paar seconden. Dus dat is... Ja. Ja, nee, mijn fiets staat boven. Dus. Succes. Ja, dank u wel. Kom, geef niet op. Lekker weer, hè? Het is heerlijk weer. Ja, dit is echt fijn. Dus... En hoe heet je? Jacqueline van Beek. En je loopt alleen? Nee, wij lopen samen. Ah, heel goed. Ja. Is gezellig ook. Ja. Kunnen we elkaar oppeppen? Vooral zij mij, maar we peppen elkaar op. Is dat soms nodig? Ja. Soms is het best heel pittig. Met name het beginstuk. Maar dat hebben we in ieder geval weer gehad. Ja. Je zit bocht 15. Je zit officieel qua aantal bochten zit je op een derde. Ja, dat had ik net ook berekend. Dus nou ja, dat is te overzien. Ja. Dus, ja. En lopen jullie ook voor iemand speciaal of gewoon in zijn algemeen? Wij lopen voor mijn vader.
Ja, die is vorig jaar ziek geworden en nu beter. Maar dat is wel door de vele mogelijkheden die er waren om hem dan te genezen. En daar is veel geld voor nodig en daarvoor lopen wij. Fijn dat het goed gaat met hem. Ja, dat is fantastisch. Dat maakt deze toch nog bijzonderder. Is hij hier ook als supporter? Nee, dat was helaas nog te vroeg. Hij heeft in maart een stamceltransplantatie gekregen. En dat was nog te snel. Maar in gedachten is hij erbij. Mooi. Hou dat vast en we zien elkaar boven. Gaan we doen. Dank je. Deze kanjer waren wij bij het oefenlopen van de week al tegengekomen. En nu is hij speciaal voor ons even gestopt. Jordan, hoe gaat hij? Ja, een stukje beter dan toen ik je vorige keer tegenkwam. Toen had ik het echt gehad. Nou, nu gaan we voor de tweede keer. Dus, je bent nu met de tweede keer bezig al? Het is de tweede keer, ja. En ja. Het is 7:15? Ik heb werkelijk geen idee. Zoiets. Ik geloof je. Ja. Dus, ja. Je zal de vraag ongetwijfeld vaker krijgen, maar je fietst met een handicap. Heb je daar erg veel last van? Nee, ja, je moet allemaal trappen. Dus ik ook. Ja. Dus het enige is dat ik mijn schoenen niet vast kan klikken op mijn pedalen. Dus ik kan niet trekken. Ik moet alleen hebben van duwen. Maar ja. Kom je ook boven? Ja, blijkbaar wel. Dus, nee, ik heb nergens last van. Dus. En ben je hier individueel aan het fietsen of fiets je met een team? We fietsen met een team. We zijn met z'n tienen. Welk team is dat? Oude Club at the Top. Dus, en ja, eigenlijk allemaal vrienden. Dus al jarenlang. En we doen eigenlijk allerlei soorten dingen. En ja, dit jaar was het Alpe d'Huez. Dus. En het bevalt wel tot nu toe, de Alpe d'Huez? Ja, het is hartstikke leuk. Heel gezellig. En ja, je komt echt heel veel mensen tegen. En, nee, het is echt ontzettend leuk. Ja, zeker, zeker. Het is nu 7:15. Ik zei het al, je bent voor de tweede keer bezig. We hebben nog tot 8:00 vanavond. Hoeveel keer heb je in je hoofd om nog te gaan? Nou, de bedoeling is 4 keer. Of eigenlijk moet ik zeggen, 3 keer is het streven. En de 4e keer moet de uitdaging zijn. Dus, toen ik van de week toen jullie tegenkwam, toen had ik zoiets van, nou, dat gaat nooit lukken. Want het was ook de eerste dag dat we hier waren. Maar nu heb ik zoiets van, ja, we zijn nu al inderdaad 8:00 en dan, dan met de tweede keer. Dus dat gaat hartstikke goed. Nou, ik zal je niet langer ophouden. Veel plezier verder. En wij spreken elkaar weer bij de top, hè? Helemaal goed. Goed. Oké. Hey, bedankt. Groetjes. Als ik 100 word, je weet maar nooit, beschouw ik het leven als voltooid. En dan ga ik vlug naar die nacht terug, weer even terug in de tijd. Die nacht zag ik 1000 sterren staan. Ik zag de zee en de volle maan met jou dicht tegen mij aan. We hadden afgesproken bij de finish, maar Marieke Reineveld staat gewoon in bocht 14. Wat doe jij hier? Nou ja, ik zit toevallig. Ja, ik zou eerst team finish zijn. Maar opeens zit ik op de ambu. Okay. Dus we gaan, en zij toevallig ook. Want mijn moeder die zou eerst bij start staan. Maar ze staat ook op de ambu. Ja. Dus we hebben een topteam hebben we erop staan. Nou, gezellig. Vorig jaar gingen ze voor jou en nu ben je er zelf. Ja, inderdaad. Ja. Weer beter en wel. En, in medisch team dit jaar. Ja. En 1 keer omhoog gelopen gisteren. Zes gedaan. Yeah, yeah. Met Marieke en nog 3 anderen. En bevalt het een beetje hier in Frankrijk? Ja, dat is hartstikke leuk. Ja, dat is gewoon. Vorig jaar ging je natuurlijk in een hele andere setting. En dan beleef je het anders. Ga je eigen kinderen omhoog. En nu zie je andere mensen gaan. En let je weer op andere dingen. Ja, dat is gewoon. Ja, ik kan het niet uitleggen. Aan mensen die nog nooit geweest zijn, kan je het niet uitleggen. Van, het is gewoon een samenhorigheidsgevoel. Dat is er inderdaad. Iedereen is hetzelfde. Iedereen helpt elkaar. En het is gewoon heel leuk. Ja. En jullie doen hartstikke goed werk. Tenminste, ik hoop dat jullie nu zo in de zon lekker een beetje vakantie kunnen vieren. Dat de ambulance lekker blijft staan. Dat hoop ik ook. Weet je, we genieten ook zo hier. En we houden de mensen in de gaten. Maar het is prachtig om te zien zo. Dat je ook langs de kant een keer kan staan. En vorig jaar heb ik het natuurlijk meegemaakt op de berg zelf met fietsen. Maar dit is ook al heel, heel mooi. Ja, heel bijzonder. Maar we hopen geen gekke dingen. Nee, dat hoop ik echt niet. Nee.
Ik hoop met jullie mee, maar dan moet boven iemand anders mijn bladen doorprikken. Ja. Ja, wie zal dat zijn? Ja. Ik weet het niet, maar er zal vast een goed medisch team staan. Oh ja, dat kan natuurlijk ook. Dan regel ik gewoon even Erik Pluim, onze Lekkerkerkse motaar. Die haalt dan even onze Schoonhovense Marieke Rijneveld om de Lekkerkerkse bladen door te prikken. Lijkt me een heel goed plan. Geniet ervan, hè? Ja, dankjewel. Wij lopen weer even verder. Ja, helemaal goed. Okay. Veel plezier. Als ik 100 word, ben ik het zat. Heb ik toch een eeuw plezier gehad. Er zijn natuurlijk heel veel deelnemers. Maar er is maar één meisje, de jongste deelnemer. En die heb ik hier. Hallo, wie ben jij? Sophie. En hoe oud ben jij? 7. 7 jaar en dan ga jij deze verschrikkelijke berg fietsen? Ja. En doe je dat alleen? Nee. Wie is er met jou dan? Papa. En kan papa jou een beetje bijhouden? Ja. Ja, dat gaat wel. Ja. En voor wie fiets jij? Want ik denk niet dat je het alleen voor jezelf doet. Voor opa. Opa is ziek. En opa die is overleden door kanker. En die neem je mee in je gedachten. En jij fietst nu om geld te verzamelen. Dat mensen wel blijven leven. Ja. Ik heb zo'n respect voor jou. Dat vind ik echt, ik vind het toppie. Ga zo door, je bent er bijna. Bocht 9 ben je al. Ja. Veel plezier nog, hè? Ja, zal ik doen. Van het jongste meisje op de fiets gaan we naar de jongste jongen. Hallo, hé. Hey. Jij staat van het uitzicht te genieten, volgens mij. Ja. Wil jij je even omdraaien voor de camera? Ja. Ja, hallo. Wie ben jij? Daan. Daan, en hoe oud ben jij? 6. 6 jaar? Ja. En dan ben je al gek genoeg om die berg te gaan fietsen? Ja. Waarom? Omdat ik hier zo voor getraind heb. Je hebt er echt voor getraind? Ja. En met wie heb je dan getraind? Met je klasgenootjes? Nee, met mijn moeders. Moeders is erbij. En voor wie fiets jij dan? Voor de mensen die kanker hebben. En heb jij geld voor ingezameld? Hoe heb je dat gedaan? Door op deze berg te fietsen. Maar je hebt denk ik thuis ook al wat dingetjes gedaan waar mensen geld voor konden geven, of niet? Jawel, een klein beetje. En wat heb je gedaan dan? Daar heb ik helemaal voor gefietst. Van Dongen naar Oosterhout. Echt waar? Ah, maar dat is maar een klein stukje als je nu op die berg fietst, toch? Ja. Dat is een makkie. Is de berg ook een makkie? Ja. Stoere praat van een 6-jarige. Ik heb heel veel respect voor jou. Ik vind dat jij heel goed bezig bent, Daan. Topper. En succes verder, hè? Ja. Goed zo. Wauw. En ik geef een feest. Het is mooi geweest. Breek die laatste fles maar aan. En dan strek ik me aan. Ik kijk nog één keer naar de lucht. En ik hoop oprecht dat er dan echt weer 1000 sterren staan. Fietsen met 2 wielen, maar we hebben ook fietsen met 2 zadels. Jullie zijn even gestopt, maar wie zijn jullie en waarom op een tandem? Nou, wij zijn van Te Kluim Te Race. En dat vertel jij ons maar even. Dat is een stichting die gaat met kankerpatiënten de berg op. Dus dat is een heel mooi streven. Dus een captain en iemand die achterop met de beentjes omhoog mag. Ja, de stoker, dat ben ik dus. En ik heb helaas kanker, dus ik mag achterop zitten. Maar het is zo'n geweldige ervaring. Super! Is het de eerste keer dat je hier echt bent? De allereerste keer. En totaal geen spijt van. In het begin heel veel angst. Dat je denkt van dat kan ik niet. Maar je kan het wel. Uiteindelijk is opgeven geen optie hier, hè? Absoluut niet. Nooit. Nou, ik zal niet zeggen nooit, maar nu niet. Er zitten hele mooie poppetjes bovenop. Hebben die nog een bepaalde betekenis? Ja, ik ben lid van een lotgenotenforum. En dat zijn allemaal uitgezaaide kanker.
En ik vroeg om een patroontje voor een engeltje. En toen zei een lotje van, die ga ik voor jou maken. Dus die heeft een hele bijzondere betekenis. Absoluut. Met een engeltje op je hoofd naar de top. En het Pink Ribbon teken, dus het komt helemaal goed. Heel veel plezier nog. Goed zo. Toppers. We zijn hier met z'n allen op de Alp Dues. We lopen en we fietsen wel een keer op zes. De weg naar boven is heel speciaal. We halen de finish allemaal. Blijft er iemand achterop, dan helpen we die zingen naar de top. Go, go. Go, Kajus, go, go. Go, Mariska, go. Kom op, meid. Go, go. Go, Kajus, go, go. Go, Erik. Jullie gaan lekker. Ze gaan hartstikke lekker hier vlak voor bocht 6. Dat is echt een feestje om bij jullie langs te gaan. Jawel toch? Wie zijn jullie? Wij zijn opa's kunstgebit. Oké. En hebben jullie ook een kunstgebit? Nee. Maar we hebben wel een team. En Erik en ik zijn vanmorgen al gelopen naar boven. Ja. Dus eerst lopen en dan zingen? Ja. Dat is zwaar. Ja. Maar je doet het wel. Ja. En waarom? Nou, eigenlijk, wij kennen allemaal wel mensen die zijn overleden aan kanker. En die dragen we in ons hart en die nemen we mee naar boven. Dat is heel mooi. Maar we hebben een vriend en zijn dochter van 12 heeft leukemie. En hij zei, jullie gaan niet naar boven voor die mensen die zijn overleden. Jullie gaan naar boven om mijn dochter te redden. En daarom staan wij hier. Zodat er geld genoeg komt. Sorry hoor, ik ben ook moe. Dat geeft niet. Die emotie, het is een lach en een traan vandaag. En dat vond ik zo'n mooie gedachte, dus dan denk ik, daarom gaan wij naar boven. En dat gaat goed met haar hoor. Volgens mij hebben wij ze stiekem beneden gesproken, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ik vind het fantastisch dat jullie hier staan. Jullie maken lekkere muziek. De mensen zijn weer even blij en vrolijk en dan gewoon op naar de volgende bocht. Ja, dat is echt zo leuk om te zien. Dan zitten ze er helemaal doorheen. En dan komt er helemaal later op de dag nog maar één vingertje omhoog. En een beetje zo lach, weet je wel. En dan denk ik, oh, dat is zo geweldig. Dit is echt zo'n geweldig evenement. Jullie doen mooi werk en we zullen jullie er niet langer van afhouden. Oké, dankjewel. Die nacht zag ik duizend sterren staan. Ik zag de zee en de volle maan. Met jou dicht tegen mij. Stelletje gezellige dames hier. Ik ga eens even kijken wie er durft voor de microfoon. En of we over de muziek heen komen natuurlijk. Yeah. Jullie staan lekker bananen uit te delen? Ja, voor een beetje energie voor de mensen. Wat suikers binnenkrijgen. Er staat verpleegkunde op jullie achterkant. Zijn jullie studenten? Ja, dat klopt. Vanuit Pontus Eindhoven zijn we nou hier vrijwilligerswerk aan het doen. Een deel zit ook het medisch team. En wij zijn nou hier. En wat is leuker, medisch team of hier staan? Ja, ik denk, het heeft allebei zijn voordeel. Allebei heeft zijn leuke dingen en zijn minder leuke dingen. Jullie zijn goed bezig. Ja, dankjewel. Jullie ook. Op Alp Dues lopen in ieder geval twee lekkere kerkers. Ik ben er één en Erik Pluim is die ander. Hij loopt alleen niet, jij rijdt. Ja, ik rijd heel hard. Nou, nee hoor, niet hard, want dat mag hier namelijk niet. Nee. Hoe vaak ben je al heen en weer geweest? Ik durf het al niet meer te zeggen. Ik ben zeker een stuk of 25 keer op en neer geweest al. Vanaf vannacht 2 uur. Nog bijzondere klussen gehad of het reguliere werk? Het reguliere werk, geen bijzondere klussen. Dus, Chantal Jansen nog gezien? Ja, helaas. Heel vluchtig en lopend. Dus dat vond ik een beetje minder, maar goed, helaas. Ze zag er goed uit. Ja, ze doet het gewoon. En jij ziet er ook nog fris uit. Je moest weer aan het werk zijn, net, dus we houden het kort. Anders dan andere jaren of gewoon weer genieten? Nou ja, voor mij is het altijd genieten. Echt. We hebben weer heel mooi weer uiteraard. En dat is het gewoon. Alleen het mag niet te warm worden. Dus ik geniet ervan. Jij gaat nu weer naar boven of naar beneden? Ik ga nu naar boven.
even lunchen. Daar ben ik echt aan toe. Eet smakelijk. Hey, dankjewel. We zijn inmiddels in het dorp. We zijn er nog niet, maar wel bijna. En er staat hier een meneer langs de kant en die heeft een hele leuke weddenschap afgesloten. Weddenschap afgesloten met mijn goede vriend van mij. En die goede vriend die heeft heel wat verloren. Twee zussen vorig jaar, zijn moeder dit jaar, aan kanker. En Richard is in maart voor het eerst, begin maart, voor het eerst op een fiets gestapt. En wij hebben allerlei sponsoracties voor hem gedaan. Is bingo en allemaal geld. En nou fietsie. En ik zei van, als jij dat haalt, jongens, is goed. Hij zei, Hans, ik ga twee keer. Twee keer? Ik zeg, als je twee keer gaat, dan gaat al mijn borsthaar eraf. Al mijn borsthaar hier. En ze hebben met die ontharingstrips? Ja, ze hebben de goedkoopste haringstrips. Weet u het zeker? Ja. En er zijn erbij, die doen het heel langzaam. Want er zijn heel wat van die genieters hier tussen ons. Masochisten! Maar ik ben heel blij dat ik hier ben. Maar hij is nu voor die tweede keer naar boven aan het gaan. Ja, en hij is nog niet ergens gesignaleerd. Dus, ik heb er alles aan gedaan om hem beneden te houden. Nou is dit niet live. Nee. Kunnen wij een afspraakje maken dat er een foto naar ons toegestuurd wordt als het inderdaad gebeurd is? Dat zal zij zeker doen, ja. Het is haar man. Het is haar man. Ja. Afgesproken. Ja, doen we het, jongens. Zeggen dat ik echt ontzettend trots ben dat ik een Hollander ben, zeg. Ja, echt waar. Ik ben een hele emotionele man. Ik spring elke keer in de tranen. Dat vind ik geweldig. Dat mag hier, hè? Ja, dat is echt maar. Mag hier, ja. Serieus. Hier is hoop en verdriet komt samen en dat bindt met elkaar zo mooi. Net werd er gezegd, er is een fiets. Ik geloof echt niet dat die mensen een fiets wegnemen van een ander. Dat geloof ik niet. Dat bestaat niet meer. Ik geloof nog steeds dat we dit hebben. Ik ben zo blij dat we dit hebben. En het is echt dat je realiseert wat we eigenlijk, hoe mooi het leven kan zijn eigenlijk. Want dat leer je ook, hè? Ja. Dat is heel mooi. Dank je. Ik ben heel blij voor de organisatie. Jongens, ik wens jullie nog een hele leuke dag verder. Komt goed, we zijn er bijna. Inderdaad. We worden achtervolgd. Nee, ze lopen graag met ons mee. Want jullie hebben het wel een beetje gehad, hè, zei je? Ja, ik was vannacht ziek, maar ik denk, ik moet over die finish. Maar bij bocht 16 dacht ik, oh, ga ik dat doen? Er kwam een held voorbij die Lian niet kent en die gewoon echt 16 bochten lang ieder moment, ieder sponsje nat heeft gemaakt. En ja, daarom sta ik hier. Alleen had ik het niet gered. Dus jullie kennen elkaar eigenlijk niet? Nee. Helemaal niet. Totaal niet. Ze zeggen wel eens dat hier vrienden voor het leven ontstaan, hè? Fantastisch. Dat klopt. Ja, maar het is gewoon zo. Ja, help je elkaar toch? We doen het met elkaar deze berg. Van de zorg. En ja. Ja, met elkaar. Ja. Serieus, echt fantastisch. Die nacht als een open liefdesbrief. Die enige nacht met jou, mijn lief. En ik zal je misschien nooit meer zien. Ik raak jou nooit meer kwijt. We zijn er. De finish. Wat een geweldig gevoel. Om hier te mogen lopen, samen. En ik ga even voor de camera staan, maar we gaan samen over die finish, Egbert. Dat was beloofd. De finish is hier achter me nog een paar meter. En we lopen hem samen over. Kom op, daar gaan we. Je moet mooi team binnen. Super, kan je een stiekbad? Maxima Medisch Centrum. Nou, jullie doen heel goed werk. Fijn dat jullie er zijn. Even heel snel inbreken. Wat doe jij? Fantastisch werk. Oh, dankjewel. Ja, jullie net zo. Iedereen, alle vrijwilligers. Ja. Is het zwaar? Is het moeilijk? Is het alleen maar leuk? Het is echt alleen maar leuk. Ik krijg zoveel energie van al die mensen die binnenkomen. Het is niet zwaar, nee. Dit zou ik niet zwaar kunnen noemen. Dit is, hier ga ik weer heel jaar mee. Het hele jaar door. Daar kan ik er weer tegenaan. Ja. Er komen er nog heel veel. Zeker, dat denk ik ook. Veel plezier! Jij ook, hè? Stop eens. We zijn er overheen. Jawel. Ja.
Ik zou bijna zeggen, ik ga nog een keer, maar dat doe ik niet. Nee, want dat red je niet meer natuurlijk. Het zou misschien nog kunnen, maar ik ga het niet doen. Maar het is een geweldige ervaring. We hebben hele mooie beelden kunnen maken, hele mooie verhalen gehoord. Dus de mensen die nu luisteren naar Radio Duzès, hou ook de website en de Facebook in de gaten voor de filmpjes. Want er komen echt een paar hele mooie interviews aan. Er staat hier een topper uit Begambacht. Ja. Wim, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hoe vaak ben je boven geweest? 3 keer uiteindelijk. Toch? Toch 3 keer, ja. Ja, 1 keer extra. Ja, ja, ja. Ja, onderweg heb je even gezwaaid, maar ja, toen ging je wel heel hard, dat konden wij niet bijhouden. Nee, ik zat in een goed ritme. Ik denk, ik ga toch proberen het ritme vast te houden, want anders, als je stopt, dan moet je weer hopen dat je het ritme weer vindt. Dus, de laatste, net niet onder de 2 uur, helaas, maar goed, vind ik niet zo belangrijk. Dus, en hoe zijn de benen nu? Zeggen de benen, doe nog maar een 4e keer? Nee, de benen zeggen nu, stop maar, ja, ja. Misschien dat ik nog even de laatste collega's die de Samorgaasklim gaan doen, nog even opgehalen bij vanaf bocht 2 of zo. Dat we gezamenlijk over de finish komen. Maar dat moet ik even over nadenken. Je mag trots zijn op jezelf. Dat ben ik ook zeker, ja. Ja, super. Dankjewel.